Een sterke kerel. Mooie kerel. Felle tegenstander van de Hitler-toestand. En was al een beetje onbezonnen. Wat een ander niet durfde, dat durfde Maarten wel. Een paar keer is hij ook opgepakt geweest. Hij deed allemaal dingen die eigenlijk niet mochten. En die kwam bij mijn oom. Die woonde toen in de Hoofdstraat. Wij woonden in de Hoofdstraat. En dan was er een padje achter. En dan kon je zo bij ons komen. En mijn oom, die was nogal technisch. En die had een radiozender gebouwd. Dat ze dan de Engelse zender konden luisteren. Ik wist dat eerst ook niet. Maar ja, ik wou het altijd allemaal graag weten wat hij nou eigenlijk kwam doen. Maar ja, toen hebben ze me toch verteld wat ik kwam doen. Maar ik mocht tegen niemand zeggen natuurlijk. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. Marten Snoodijk, ja, dat was een ja, hoe moet ik dat zeggen, een vrijgevochten iemand. Die gaf om God nog gebod, was nergens bang voor. En hij was zeer op de vrijheid gesteld. En hij haatte de Duitsers tot op het bot. Hij wilde niet onderdrukt zijn. En hij had de fietsenwerkplaats in de Smitsteeg. En daar had hij altijd keihard had hij de Oranje Radio aanstaan. Die schalde het halve dorp door. Want hij gaf daar gewoon helemaal niet om. Hij was niet bang. Absoluut niet. Dit was eigenlijk de fietsenmakerij. En dan had je daar wat balken nog en de zolder. En dan aan die balken hingen dan wel wat fietsen die je moest maken. En boven daar, nou ja, daar had hij nog wel wat spul staan om te verkopen. Hij was gek van wielrennen, want hij zat altijd op die wielerbaan, heeft hij heel veel gewonnen. Verderop in Nederland ook. Maar of zijn wielermaats daar ook bij betrokken waren, bij sabotage en ja, daar wordt verder, weet ik daar ook niks van. Een enkele keer kwam ook die pastoor, die woonde tegenover, was pastoor Kouwenhoven. En die kwam ook en dan vond ik het altijd zo mooi, want die pastoor was een pastoor. Maar Maarten was een vrijbuiter, dus je kon niet grote verschil hebben eigenlijk tussen die twee. Maar ze konden heel goed met elkaar opschieten. En die ging dan ook luisteren. De jaren 40, 45 waren moeilijk en verwarrend. De Nederlandse rechtsstaat bestond niet meer. En de Duitse bezetters kwamen met nieuwe maatregelen. Vanaf 1940 ging kleding en textiel, maar ook voedsel, direct op de bon. Door de schaarste van textiel werd op een creatieve manier van alles wat gemaakt. Wijna Dovers was voor de oorlog al kleermaakster. Ze maakte van oude kleding en lappen stof, jurken, rokken en jassen. Voor zichzelf, maar ook voor haar jongere zus Wies en haar vriendinnen. Zo konden de dames in oorlogstijd nog goed voor de dag komen. Kijk, dit was een bioscoop en als er dan in de helden gebombardeerd werd, dan gingen we met een brandtrap naar boven en dan stonden we boven op het dak te kijken en dan konden we zo de Waddenzee overkijken naar de helden. En dan zagen we het gebeuren, bombarderen van de helden. Het was natuurlijk levensgevaarlijk, maar niemand had er erg in dat het zo gevaarlijk was. Zo onwetend was je. Mijn zus was lerares coupeuse, dus die was geweldig goed in naaien en die maakte voor ons de mooiste japonnen. Met het gevolg dat we eruit blonken wat de kleding betreft. Hier hebben we truien aan en een vest en die werd gemaakt van de pijpen van de onderbroeken van mijn opa. Dat was jeger en dat haalden we uit en dan wasten we dat en dan deden we dat recht trekken en daar breiden we dan weer vesten van. Mijn vader had een garage in de Kogelweg en daarvoor in de garage had hij twee vrachtwagens staan. Maar de Duitsers die onteigenden dat en
Toen had hij er nog één over dan. Dan was het eigenlijk niet bij een boer onder het hooi gekomen. Toen was die garage leeg en toen namen die Duitsers die garage in bezetting. Maar achter die garage had je allemaal nog schuren. En daar zo, in de ene, dat was dan een kantoortje ingericht. En dan had hij een draadje van het kantoortje door een kiertje heen naar de garage toe. En daar zaten Duitsers in en die hadden daar stroom. En daar luisterde hij dan ook naar Radio Oranje. En daar zijn wij ook permanent. Toen is de kapper gekomen, mijn zus en ik. En toen de kapper kwam met apparatuur en hing je allemaal aan die draden. We hadden allemaal lekjes gedaan. En daar was de stroom en daar zijn we dus permanent. En dat is geweest op de dag dat de invasie in Normandië was. Toen weet ik dat er iemand kwam, ik denk dat mijn vader er kwam. Die zei, nou, de Engelsen zijn in Frankrijk geland. Het zal nou wel gauw overwezen. En dat is ook iets wat me altijd bijgebleven is. Dat bijzondere moment dat wij illegaal zaten, daar werden permanent. En dat hij kwam te zeggen dat de Normandië de invasie was. We zijn hier in Van Eeuwiksluis bij de brug tussen Wieringen, Korte Afsluitdijk en de Van Eeuwiksluis. In de oorlog hadden de Duitsers deze brug, hadden ze explosieven aangebracht. En die zijn op een gegeven moment verwijderd door Marten Snoodijk en zijn vriend Hannes van Os. Ze zijn met een bootje lang aankomen varen en hebben die explosieven verwijderd en verwisseld voor houtblokjes. Wat bij een vluchtige inspectie niet duidelijk te zien zou zijn. Er werd ook op hem gejaagd. En hij is op een gegeven moment ondergedoken in de Wieringermeer. Maar toen de Wieringermeer dus onder water werd gezet, is hij deze kant weer opgekomen. Was hij bezig iemand aan het helpen met evacueren. Met de koeienflat. En toen is hij verraden door Letty Obreen. Wij zeiden altijd, dat hoorden we dan niet van onze ouders, Slet. Wij wisten niet beter, ze heette Slet. Ze papte aan met de mannen en dan ging ze het verraden. Dat was de dochter van de notaris. En ze was het liefje van Hinrichsen, van het scheermes. Dat was een Duitse commandant. En ja, die werd het scheermes genoemd omdat hij zo rigoureus iedereen die hem niet aanstond, gewoon van kant maakte en wegvoerde. En hij had een compaan, dat was Jannes Pakes. Die noemde men de Nachtuil. En die verraadde hier een heleboel mensen. En toen had Snoodijk op een gegeven moment een keer gezegd van na de oorlog, dan maak ik die Letty Obreen van kant. En dat horen ze dan weer. Ze wisten dat het tegen het eind van de oorlog liep. En daarom heeft het scheermes hem toen opgepakt. Dat was de 26 april 1945. Dat scheermes is hier gevangen genomen. Die heeft hem dus vervoerd naar de gevorderde woning op Westerland, de onderwijzerswoning. En daar is Marten dus een dag opgesloten geweest in de douche. En toen 's avonds, toen heeft het scheermes hem in de zijspan plaats laten nemen. En met nog een paar andere Duitsers erbij zijn ze deze kant op gereden, zo van de dijk over hier naartoe. Het scheermes had dit ook gevorderd, had hij nog een uitkijkpost, zat erboven. 'S Avonds zijn ze dus richting Den Helder gereden en daar ongeveer 1200 meter na de brug hebben ze een kuil gegraven. Of toen heeft hij van achter neergeschoten en toen hebben ze een kuil gegraven en daar hebben ze hem ingegooid. Verzet is eigenlijk een beetje die dan proberen mensen te helpen in de oorlog. En die dan mensen helpen. Helpen om onderduikers te helpen, ja. Mijn vader zat ook in het verzet. En mijn moeder vertelde dus in een gesprek van over de oorlog, van wat er dus met Marten is gebeurd en hoe vreselijk het was. Die tijd ook vreselijk was. Hè. Mijn vader heeft het er nooit over gehad. Het was toch, denk ik, te beladen om daarover te praten. Je ziet daar achter je zie je de brug staan die Marten beschermde, dat hij niet opgeblazen zou worden. En hier is de plek
zo'n beetje daar bij die borden daar is de plek waar Maarten Snoodijk vermoord is. Hij werd hier naartoe gebracht en er volgde waarschijnlijk een gesprek. En er werd gezegd, volgens mijn moeder, dat hij kon gaan. En ze hebben hem doodgeschoten en ze hebben hem daar bij dat paaltje daar, hebben ze hem in een gat gestopt. Moeder Snoodijk heeft nog gevraagd van waar is mijn jongen? En hij heeft gezegd met een schouderklopje van nou, hij komt weer terug. Maak je niet ongerust. Maar ja, toen was hij al dood, want toen lag hij hier al een stukje verderop langs het kanaal. Martin Snoodijk werd verraden en doodgeschoten op 31-jarige leeftijd. 12 dagen voor de bevrijding op 8 mei 1945. De bevrijding was voor alle Wieringers een enorme opluchting. Ze hoefden niet meer bang te zijn en ze konden weer in vrijheid leven. In juni 1945 werden in Hippolytushoef de Wieringer bevrijdingsfeesten gehouden. Kerkklokken werden geluid, slachtoffers herdacht en het verzet Engelse en Canadese bevrijders gehuldigd. In Cinema De Haan 3 dagen muziek, zang, toneel en film. En door het dorp reden versierde optochten voor jong en oud. Dat het Wilhelmus uit de toren galmde, dat kan ik me nog herinneren. Het was zo'n enorm gevoel. Dat je zomaar ergens naartoe kon gaan. En het opgesloten weg was, tranen over de wangen. Ik geloof dat toen 13 of 14 was en nou, er moesten slingers gemaakt worden. De Canadezen kwamen hier binnen, hè. De mannen kregen allemaal sigaretten en de kinderen kregen allemaal chocolade, dus dat was groot feest, hoor. Er zijn nu zeker wel een paar Canadese kinderen achtergebleven, hoor. Vrees heeft een Canadees. Ik ben 1 keer met een Canadees naar de bioscoop geweest. Dat was met Bing Crosby. En toen zei hij, you like Bing Crosby? Ik had nog nooit van Bing Crosby gehoord. Going my way, going my way, going my way. En dan zie je daar, het was het klaar en toen hebben we weer afscheid genomen en toen was het weer over. We staan hier bij het graf van Maarten Snoodijk, gemaakt door de heer Bouke Zandstra. En het model is gemaakt naar de brug. Toen de tijd had die brug 2 van die, noem je dat, pilaren. Staat er nu nog 1, maar hier staan er dus 2. En dit is betaald door de gemeenschap. Mensen geld bijeengebracht en zo is het gekomen. Later hebben ze Schim zo ver gekregen dat hij verteld heeft waar Maarten begraven was. En heeft hij gelukkig hier een ereplek gekregen. Toen hij na zoveel tijd toch gevonden is, is mijn vader mee geweest om hem daar te identificeren. En dat is toen gebeurd. En, ja, het was vreselijk natuurlijk wat daar gebeurd is. Heel erg, want ja, iemand dood is, het begrip dood had ik wel. Dus het, ja, als er zo iemand die er niet meer is en die zoveel voor de gemeenschap ook altijd deed. En hij was erg gezien bij iedereen, ja. Iedereen, maar dus nodig, ja, dat was een begrip. Op 2 augustus 1945 werd Maarten Snoodijk begraven op de begraafplaats Zandburen in Hippolytushoef. Zijn vriend, buurman en pastoor Henk Kouwenhoven heeft bij zijn begrafenis een in memoriam gedicht voorgedragen. Hij had dat speciaal voor Maarten geschreven. Marietje Bron, Wieringer geschiedeniskenner, voelde altijd veel respect voor de verzetsheld Maarten. Reden genoeg voor haar om bij zijn grafmonument een couplet uit dit gedicht nog 1 keer voor te lezen. Nu zijn wij in vrijheid, de jubel is groot, de vlaggen zijn uit. Een mof schoot hem dood. Hij mocht het met ons niet beleven. Zijn leven sloeg stuk in het gezicht van de kust. Onstuimige Maarten, Gods mogen je rust
en eeuwige vrede nu geven. Ik kan er wel om janken. God mogen je rust en eeuwige vrede nu geven. Ja, ik vind het echt een heel mooi graf ook, omdat je kan ook echt zien, dit is waar wat hij heeft gedaan, wat echt ook iets heeft betekend. Dus daarom ook de brug. Op een of andere manier krijg je niet het gevoel als je over een gewone brug heen loopt, maar je krijgt echt een gevoel alsof je het zelf doet. Je krijgt gewoon een plaatje in je hoofd en dat krijg je niet bij een normale brug. Ik heb besloten, ik weet niet of het ervan komt natuurlijk, dat moet je altijd maar afwachten. Ik weet nooit wat er gebeurt en hoe het gaat. Maar ik denk, als ik begraven word, wil ik tegenover hem liggen. En dan wil ik zo liggen, met mijn gezicht naar hem toe, met mijn gezicht naar de zon. Meestal draaien ze de mensen om, met de voeten naar het oosten. Dat heeft dan ook weer te maken, dan zie je de opkomende zon, hè. Met je voeten naar het oosten liggen. Maar dat, ik wil zo, gewoon zo. Dat is Koen Vink en hij is verongelukt. Zijn ouders hebben hier rondgelopen en echt toen bewust gekozen voor deze plek, omdat hij zelf heel veel had met de Tweede Wereldoorlog, daar heel erg in geïnteresseerd was. En zij ook zeiden, ja, dan ligt onze jonge Koen bij de jonge helden van toen. Dat is de overweging van zijn ouders geweest om hem hier te laten begraven. Ik ben hem heel erg dankbaar, want ik wil gewoon dat mensen in vrijheid leven. En ik vind het nog steeds heel apart dat Tasja gewoon hier loopt over straat en jij bent super vrij. Maar dan zie je op tv allemaal van die mensen die dan niet vrij zijn. Bijvoorbeeld in een ander land, daar zijn ze dan niet vrij. En dan kan er wel zomaar op straat iemand doodgeschoten worden. En dan denk je daarbij na en dan ga je er toch iets anders naar kijken. Eigenlijk hebben we het hier super goed. Hier is geen oorlog. Je kan op zich doen wat je wilt. Dus dat moet je wel echt heel trots op zijn. Daar moet je echt van genieten. Hoe zeggen ze dat dan ook alweer van dat moet levende blijven. En dat moet niet vergeten worden wat er allemaal gedaan is. Dat moeten we niet overeenschappen. Niet dat ik daar dag en nacht wakker van lig hoor. Maar ik denk dat moet nooit meer gebeuren, is gewoon iets. Ik denk, blijf goed om je heen kijken. Blijf opletten. En blijf je ook altijd bedenken, wat zou ik doen in zo'n situatie? Of hoe zou ik me voelen in zo'n situatie? En probeer te blijven praten met elkaar. Of voor kinderen blijf spelen met elkaar. In eerste plaats dat ze dus wat moeten maken, zelf moeten maken van hun leven. Zelf hun keuzes moeten maken en ver van drugs en drank af moeten blijven. Dat is een van de belangrijkste dingen, want dat is al zo gevaarlijk. En ja, dan probeer dus je leven een goede wending te geven. Dat je als je zo oud bent als ik ben, met genoegen terugzien kan op je leven. Dat we moeten blijven strijden voor onze vrijheid. En dat je je niet onder de voet moet laten lopen. En er tegenaan, als het zo nodig is. Dat deed hij ook. Er zijn zoveel mooie dingen hier op Wieringen, maar dan denk je na en dan moet je denken dat het allemaal eigenlijk door mensen na de oorlog, de meeste dingen door mensen na de oorlog zijn gebouwd. En dan, ja, heb je eigenlijk toch wel wat heel veel meer respect voor de mensen die in de oorlog leefden.